En NV Havenbeheer Suriname is vandaag begonnen met een Safety Week met als focus veilig transport. Ze doet dat in samenwerking met DP World Paramaribo en VSH United NV. De opening van de Safety Week vond vanmorgen plaats op het complex van NV Havenbeheer en duurt tot 2 augustus. Het doel van deze Veiligheidsweek is om de bewustwording met betrekking tot veilig transport te stimuleren en te vergroten bij de transporteurs die gebruik maken van de havenfaciliteiten. Pearl Gerding, het Security Havenbeheer, zegt dat speciaal opgeleide manschappen van deze organisaties de trucks die de haven binnenkomen zullen controleren op veiligheid. Wanneer we gebreken vinden aan die truck, wordt het aan de chauffeur doorgegeven. En dan heeft de chauffeur de gelegenheid om, of de eigenaar van de truck de gelegenheid om dat in orde te maken. Het is een vrije check. Er wordt niet betaald. Er zal ook nooit betaald worden hoor, bij ons hier niet. Maar in deze week luiden we het in, omdat in het verleden we zien hoe de trucks naar binnen komen en gebreken tonen. Je praat met de mensen, ze luisteren niet altijd en dan hebben we gezegd van weet je wat, laten we die week introduceren, laten we starten ermee, laten de mensen die check-up krijgen en dan krijgen ze 2 maanden de gelegenheid om hun zaken in orde te maken. En na die 2 maanden dan gaan we scherper kijken. Gedurende de Veiligheidsweek zullen er volgens Gerding geen sancties worden getroffen tegen overtreders. Echter zullen er na de 2 maanden wel strenge maatregelen worden getroffen tegen transporteurs die niet voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften. Gerding zegt dat in dergelijke gevallen de toegang tot het havencomplex ontzegd zal worden. Gerding voegt eraan toe dat de controle op de trucks geen keuring is, maar een visuele controle. Ze worden visueel gecontroleerd. Hè? Hier doe je geen keuring. Het is een visuele controle. Op de, is de ruit in orde? De voorruit is niet kapot? Werkt je verlichting? Je klaxon? Zijn die twist locks waarmee die containers worden gelokt op die truck? Werken ze wel? Want niets is zo vervelend als ze niet werken. En je zet zo'n container op en je bent op de openbare weg en dat ding glijdt van die truck af, dan heb je wel een probleem. Of bij het beschrijven van een bocht dat die container eigenlijk van die truck afvalt. En natuurlijk is die oplegger, dus dat achterste deel, zit hij wel goed vast aan die truck die hem trekt, die trekker dus, dat voorste deel, werken je remmen. Want het moet niet zo zijn wanneer je remt, dat die bak, zoals men het ook wel noemt, niet remt. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat die bak remmen op die remmen van die trekker. En dat is niet goed. Of dat mag niet. En je verlichting, richtingwijzer en dat soort van dingen. Daarna gaan we kijken. Oh ja, en de banden, zijn ze niet versleten? Met deze Safety Week wil NV Havenbeheer samen met DP World Paramaribo en VSH benadrukken dat veiligheid hoog staat aangeschreven. De bedrijven willen in deze week maximaal 50% van de trucks die de haven binnenkomen controleren op veiligheid.